Met het doel de samenleving meer inzicht te geven in het rouwverwerkingsproces en de rol van de Singinity, heeft de organisatie voor gemeenschapswerk, NACS, afgelopen zaterdag een lezing gehouden. Het thema was de rol van Singinity bij de rouwverwerking bij Creoolse Surinamers. NACS heeft sinds 2011 het initiatief genomen om belangstellenden en geïnteresseerden de tranen in het lijden van een Singinity, zodat dit mooie element van het cultureel erfgoed behouden blijft. De lezing had ook een subthema getiteld Overeenkomsten en verschillen in rouwverwerking bij met name beleiders van het hindoeïsme en Maron-groepen. Ter invulling van dit subthema is Pandit Vikash Samudi nader ingegaan op de rituelen bij het hindoeïsme. Hij is geestelijke ambtenaar in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De pandit hield de aanwezigen voor dat het hindoeïsme aangeeft dat de dood niet het einde is, maar het begin van een nieuwe start. Voorts gaf de pandit aan dat de rouwperiode begint bij het moment van de dood. Daarna hebben we geestelijke geleerden die 's avonds in de avonduren vanaf 7 tot 9 komt en hij leest uit de geschriften wat de dood is, wat moeten we doen, wat we niet moeten doen, waar het ziel gaat, wat we met het lichaam moeten doen. Heel veel wordt het uitgelegd. Ik heb maar 10 minuten, dus ik zal snel mijn woord afronden. En het wordt een paar dagen voor de crematie gelezen. En normaal, het is vastgesteld 10 dagen na de crematie. Dat is ook vastgesteld in onze geschriften, dat we 10 dagen na de crematie rouwen. Nou, en 13e dag of 12e dag weer, 6e maand en een jaar. De tweede inleider voor de avond was Ifna Vrede. Ze is afkomstig van het district Brokopondo en is werkzaam op het ministerie van regionale ontwikkeling. Ze gaf aan dat er op het gebied van rouwverwerking, geboorte en huwelijken er verschillen zijn bij de diverse gemeenschappen in het binnenland. Ze beperkte zich dus tot de Samaka, waartoe zij behoort. Als je praat over DD Oso, DD, rouwverwerking, begrafenis, dan gebruik je een term Pau Abakayesi. En het letterlijke vertaling daarvan is je hebt een tiki na je bakayesi, dat na voor suku toestemming na masragado na ala de trabigi wan sa waka na ofisi fuka tak bepaalde sani sakande ino be mahtaki. Dus we die primisi voor dat. Als het om een natuurlijke dood gaat, ik van usabi, was ziekie, ouderdom, dan dit zou ik aan natuurlijke dood, dan den activiteiten, een proces heeft een anders plaats dan if een tragisch geval. If dan een tragisch geval, dan boem voor ons aan heeft ze om zoeken fasie voor kan verklaren nader. Ik kan je een voorbeeld voor dat omdat me ook toe bij de kotaki slachtoffer voor a lassie voor mijn ouders. Die zijn ook tragisch overleden. Ik heb ze op één dag moeten begraven. En walosanipsa san onobe begrijp. En vaak wordt aan jou gezegd van inoma begrijpen nono, kan de later. Maar je was dan verplicht de opdrachten uit te voeren en de sansa be moest doen. Maar moro had wang nadat inoma grow eigenlijk te wang was maar dede we kare ongeloku dede. En dede volgens ding, volgens uno, dus de maron nawa normale fasie. Dus nawa op natuurlijke wijze. Alus Ifna Vrede, een van de inleiders afgelopen zaterdag tijdens de lezing van NACS over de rol van Singinity bij de rouwverwerking bij Creoolse Surinamers. Na de inleidingen was er een levendige paneldiscussie. De lezing is gehouden in het NACS-centrum aan de Thomsenstraat.